Vandaag neem ik u graag in een omgekeerde volgorde mee door deze ruime 201 kapwoning aan de Elzenstraat nummer 19 in Uden. Het is gebouwd in 1968 op een perceel van 386 vierkante meter en het heeft een woonoppervlak van 145 vierkante meter. Ik sta hier op de slaapkamer, op de tweede verdieping zoals u ziet, met twee kunststof dakvensters in het achtervlak, een laminaatvloer en hier op de voorzolder is in 2022 een nieuwe Intergas CV-combiketel geïnstalleerd en dit jaar, in 2024, is daar nog een hybride warmtepomp aan toegevoegd. Isolatieglas in de zijgevel en nog een wastafel hier op de voorzolder. En via de vaste trap gaan we naar de eerste verdieping. Vanaf deze overloop hier op de eerste verdieping kunnen we drie slaapkamers in en de badkamer. Ik loop eerst de grote slaapkamer aan de voorzijde binnen. Zullen we foto's tussen monteren, want hier hebben we ook een schuifkastenwand met spiegels en uitzicht op het pleintje aan de overkant. Heel de eerste verdieping is voorzien van een laminaatvloer. Dan lopen we hier de grote slaapkamer aan de achterzijde binnen. Op dezelfde manier afgewerkt met een schuifkastenwand en uitzicht over de achtertuin en het dak van de aangebouwde serre. De kozijnen hier, kunststof kozijnen, die zijn in 2015 geplaatst met isolatieglas uiteraard. En toen zijn ook alle spouwmuren geheel geïsoleerd. Dan lopen we hier de kleinste slaapkamer binnen die op dit moment in gebruik is als werkkamer. En dan kunnen we hier ook op het platdak van de garage kijken. En dat is een 2020 vernieuwd. Uiteindelijk hebben we natuurlijk ook de badkamer op de eerste verdieping die ik nu inloop. En u ziet hier achter mij een douchecabine, die is geplaatst in 2019 en toen is er ook elektrische vloerverwarming aangelegd. Nou, dan gaan we tot slot naar de begane grond. En hier ziet u hem dan in volle glorie achter mij, Elzenstraat nummer 19 met een balkon aan de voorzijde, een carport van 1999, openslaande deuren naar de garage en een oprit waar makkelijk twee auto's geplaatst kunnen worden en uitzicht op het groene partijtje aan de overkant. Via de nieuwe voordeur komen we in de hal binnen. We hebben de toiletruimte, hier de meterkast, uiteraard de trapopgang. We komen hier in de woonkamer. Je ziet achter mij een deur, die is van de provisiekast. En hier aan de voorzijde is de zithoek met uitzicht over het pleintje aan de overkant. De gashaard van het merk Dru, marmoleum vloerbedekking. Het grote plafond, stukwerk aan de wanden, hier steenstrips en in 2011 is er een gloednieuwe keuken geïnstalleerd, voorzien van inbouwapparatuur. Kunt u morgen allemaal teruglezen op Funda en op onze eigen website van loonmakelaardij.nl. Hier loop ik de serre in, lekker licht, gebouwd in 2005 met 6 deuren, dus 3 keer 2 openslaande deuren, waarvan er nu 1 setje open staat. En door deze aanbouw is de garage inpandig bereikbaar geworden. Maar ja, what's in the name? Het is wel iets luxer geworden dan alleen maar een garage. Er zit een keukenblokje in met warmstromend water. Het is helemaal geïsoleerd, verdeeld in 3 compartimenten. Je ziet daar de houten deuren met de loopdeur. En hier een werkruimte aan de achterkant. Lekker ruim. En een deur aan de achtertuin. Een hele ruime achtertuin die je bij nieuwbouwwoningen over het algemeen niet meer ziet, met dankzij de begroeiing ook veel privacy. Kijk maar eens. Nou, mede dankzij de hybride warmtepomp heeft het een energielabel B en het is van het bouwjaar 1968, dus dat is een hele goede prestatie. En denkt u, nou, dit zou wel eens geschikt voor ons kunnen zijn, die wil ik graag met eigen ogen bekijken, dan bent u van harte welkom. Bel of mail me en ik leid u graag persoonlijk door deze mooie woning aan de Elzenstraat rond. Tot ziens!